Een goed idee is het halve werk. Maar om van jouw idee een bedrijf te maken, heb je klanten nodig. Door marktonderzoek te doen, kun je zien of je plannen haalbaar zijn. Je brengt de markt in kaart, zoekt uit wie en waar je klanten zijn en wat ze willen. Ook ga je kijken hoe anderen het in jouw branche doen. Waarin verschil jij van andere bedrijven die hetzelfde doen? En hoe ga jij straks je product of dienst verkopen en in de markt zetten? Deze ondernemers vertellen hoe zij dat hebben aangepakt. De digitale trend destijds, dat is heel erg upcoming. Ja. Dus daar hebben we wel op ingespeeld. We hebben natuurlijk wel gekeken wat bestaat er al in Nederland. Ja. Food en fitness was toen helemaal hot. En ja. Iedereen fashion. Had daar een website. Fashion natuurlijk. Fashion was heel hot, maar reizen was gewoon echt nog minimaal. In het begin ga je eerst echt kijken naar hoe krijg ik eigenlijk klanten binnen. Op een gegeven moment met de tijd, dan zie je wat voor mensen eigenlijk jouw salon binnenkomen. En dan ga je specifieker kijken van oké, op wie kan ik me het meest richten, waar ik het meest uit kan halen. De meeste mensen hebben geen bartafel, maar elk huis heeft wel één of meerdere tafels. En daardoor zijn wij toen na een paar maanden ook overgestapt op eettafels. En toen we daarmee gestart zijn, merkten wij al snel dat er veel meer interesse was in onze producten. Nou, die niche die is later ontstaan. Eerst zijn we heel erg breed gegaan met reizen. En toen zagen we dat er heel veel lijstjes kwamen met top 10 of top 20. Heel veel hotspots. Dachten we, moeten we daarmee gaan concurreren? Zeiden we, nee, misschien moeten we ook juist veel meer die uniekere plekken belichten. Betaalbaar, minder druk. Authentieker, weet je. En we merken gewoon dat mensen dat ze daarna op zoek zijn. Mensen hebben behoefte daaraan tegenwoordig. We hebben twee sterke doelgroepen waar dus eigenlijk veel vraag naar was en te weinig aanbod. Eén daarvan is donker haar met structuur. En we hebben ons heel erg gericht op dames die hijab dragen vanwege hun geloofsovertuiging. Om wel naar een kapper te kunnen gaan en een beetje de kappersbeleving kunnen meekrijgen in een salon. We produceren het zelf, maar we verkopen het ook zelf. En wat daar natuurlijk de kracht van die formule is, is dat de klant heel veel mogelijkheden heeft qua maatwerk. Plus daarbij kunnen wij ook nog hele mooie prijzen bieden, want wij halen eigenlijk uit de keten verschillende schakels, zodat je het rechtstreeks bij de fabrikant kunt kopen. Zo, en dan nu actie. Ga op zoek naar brancheinformatie. Toets bij mogelijke klanten of er belangstelling is voor je product of dienst. Zoek met de KVK bedrijventeller uit welke bedrijven dezelfde producten en diensten aanbieden en jouw concurrent kunnen zijn. Bepaal hoe je je product of dienst gaat verkopen. Meer weten? Kijk op kvk.nl/starten.